In de nacht van 29 op 30 juli is het VOC-schip Prins Willem in Den Helder volledig afgebrand. De brand ontstond waarschijnlijk om 00:30 vannacht in de bar in de achterruimte van het schip na een kortsluiting. Dit is alles wat er nu nog over is van het VOC-schip. Maar ik vind het dus een heel triest aanblik dat dit verloren is gegaan voor Den Helder. Want de masten die waren van heidenen verder te zien. En dat, ja, dit is een stukje historie wat verloren gaat. En dat vind ik heel, heel jammer. En ik hoop, ja, dat het misschien nog eens een keer van het onderschip, als het mogelijk, dat het weer herbouwd zou kunnen worden. Maar ja, dat zal een financiële kostenplaat wezen. Ik vind het heel erg dat het schip zo moest afbranden. Mm-hmm. Zijn jullie wel eens eerder geweest toen het schip nog niet afgebrand was? Met onze oma zijn we op het schip geweest. Nou, ik heb er nooit op geweest, maar ik heb er wel vaak omheen gelopen. Dus als er dus evenementen waren hier in Den Helder, zoals onder les het historisch weekend. Ja, dan ga je dat kijken. Je neemt een fotootje voor in het plakboek. Nou ja, en dan aanschouw je dat. En dat was altijd machtig mooi. En dit is een trieste bedoeling. Ik ben hier omdat er een kleine ramp is gebeurd in Den Helder. Een van onze meest waardevolle elementen in de stad is in vlammen opgegaan. En er is een ruïne overgebleven. Dus een reden te meer om hier te zijn. Van wat voor betekenis was dit schip voor Den Helder? Het vertegenwoordigde een verleden. Rond alles wat met de historie van ook van deze stad te maken heeft. De zeevaart. Het was een fantastisch voorbeeld van datgene wat wij in de middeleeuwen hebben gedaan als Nederland. En we waren heel trots dat dit schip hier lag. En wat gaat er nu gebeuren met dit wrak? Dat is niet bekend. Vandaag zullen schade-experts van de verzekeringsmaatschappijen daarover gaan oordelen. En we gaan verder conclusies trekken de komende dagen. Wat we met dit schip gaan doen en wat eventueel hier als alternatief komt te liggen. Maar eerst even vandaag dit probleem oplossen en zo goed mogelijk afwikkelen. Dus er zijn nog geen concrete plannen voor een eventueel nieuw schip? Daar kan ik niets over zeggen. Het schip is eigendom van Libema. Dus die gaat er in eerste instantie over oordelen.